Bilal Zemouria, wat een wedstrijd. Ja, zeker, absoluut. Er was ambiance, alles om een topper te slagen, voor een wedstrijd te slagen. En we hebben ons als ploeg gereageerd en ik hoop dat we nog veel wedstrijden kunnen winnen zoals deze wedstrijd. Je gaat 5-1 de rust in en dan wordt er toch nog spannend, hè, in die tweede helft. Ja, zeker. We hadden het geluk ook niet mee. We hebben een aantal kansen gemist. En ja, bij hun gaan ze erin. Dus dat is een topwedstrijd. Elke kans wordt afgemaakt. Je acteerde op zeer hoog niveau in de eerste helft, ook de tweede helft. Maar dan komt die blessure en het werd stil in het rooi. Ja, die blessure. Ik heb een spierscheur dat ik al 2 weken heb. En ik heb 2 weken helemaal niet kunnen meetrainen. Alleen wedstrijden. En elke wedstrijd dat ik speel, krijg ik terug die scheur. Dus ik denk dat ik een weekje ga rusten. Je hebt het verdiend. Ja, dankjewel.